Goedemorgen, welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik begin deze video vandaag op dinsdag. Ik heb gisteren even een dagje vrijgenomen en ik dacht... Nou, dan beginnen we op dinsdag met vloggen voor de nieuwe weekvlog. En hoe kan je het beste beginnen als met een DM-shoplog? Roy en ik waren laatst bij de DM en ik wilde eigenlijk hiervan een aparte video maken. Maar omdat er niet superveel is, dacht ik, ja, dat is het ook niet echt waard. Dus, in de weekvlog. Er zit een DM-filiaal ongeveer 20 minuten bij ons vandaan. Dus ik kom er regelmatig. En vroeger kocht ik echt tassen vol. Maar dat ja, valt tegenwoordig wel mee eigenlijk. Dus ik laat even zien wat ik heb gekocht. 2 pakken maandverband. De fijnste blending kwast die er is van de drogisterij. Dat is van Ebelin. En deze koop ik al jaren. Het zit alleen nu in een andere verpakking. Een handzeep voor in de keuken. Oh ja, we hadden speciale mondmaskertjes nodig, dus die heb ik daar ook gekocht, maar die liggen nu in de auto. Nog een handzeep. Een bus haarlak, haarspray, cashmere feeling van Balea. 1 douchegel, want als je mijn declutter video hebt gezien van verzorgingsproducten, weet je dat we genoeg douchegel hebben. Maar deze soft cookie wilde ik niet laten staan. Een tube gel voor Roy. Oh. Een tube tandpasta, daar heb ik er 2 van meegenomen, maar eentje is al in gebruik in de badkamer. Mijn favoriete deo stick van Rexona. Grote wattenschijfje van het merk Ebelin. Hondensnoepjes voor Vee, ons hondje. Die daar ligt. En 2 blusjes. Dit zijn van het merk Trended Up. Dat is volgens mij een van de huismerken van DM, dacht ik. Ik had het mis hebben, maar ze zien er heel mooi uit. En ik zag deze... Mijn collega YouTuber als tip, dus die heb ik gelijk op mijn winkellijstje geschreven. Zo kun je de blusjes wat beter zien en het ziet er echt super mooi uit. Dus ik denk dat ik deze ook ga fotograferen voor een review. En nu ga ik dit even allemaal opruimen en dan ga ik straks beginnen met het opnemen van mijn parfumcollectie. Ik ben nog steeds een beetje verkouden en benauwd en zo, dus ik hoop dat dat niet heel erg hoorbaar is en anders ja, pech. Maar goed, als die video online staat, ik denk het wel inmiddels, dan zal ik hem ook even linken hier in het i'tje. Ik ben net terug van de Aldi en ik dacht ik laat jullie even zien wat ik heb gekocht. De bolletjes voor naar school en naar het werk, falafel. Kiwi Sun Gold, deze zijn allemaal best wel prijzig vind ik. Maar ze waren nu in de aanbieding bij de Aldi voor 2 euro nog wat. Groot pak hagelslag. Prins Mini Star koekjes voor school. Een zakje walnoten. Chocoladerozijntjes. Pak half vol. Ik laat 2 bakjes honden voor. Even opruimen, dan ga ik een was aan zetten en de vaatwasser uitruimen en aan het werk.